Snoek, je weet zelf, nieuwe Blokbar. Vandaag zijn we in Amsterdam Oost, Wiebastraat. Vandaag zijn we bij Makki. Pakkadje. Beste, maar nu ben ik zo beter kampioen! Waar staan we nu hier? We staan hier schuin, daar boven woon ik. Schuin onder mijn huis. En ja, hier ben ik opgegroeid, maar hier is het allemaal gebeurd, maar hier is het allemaal begonnen. Oké, dan gaan we even je neighborhood checken. Wat, heb je paspoortjes waar we kunnen chillen kijken? Ja man, we kunnen daar even verderop gaan. We kunnen even langs mijn oude school gaan. En dan gaan we op de blok, man. Let's check it. Yes. Hier rechts was, is mijn box. En daar was mijn oude studio. Oké. Je weet toch, het wordt al gauw te gezellig en zo. Je weet hoe die dingen gaan. Buren beginnen te klagen voor geluidsoverlast en die dingen. En ja, toen moest ik die studio sluiten. En ik had toen mijn oude bed toen daar gezet. Dus het ging van studio naar bed. Het ging van studio naar een soort van kleine hoedhotel. De boys gingen me gewoon bellen van, hey, kan ik even daar, pap. Ik zeg van, hey, is cool, maar hey, toch, ze geven me een monnetje. En ja, wat wilde je bij toch? Ja, hier man, bij bankjes man. Ik kon even zitten man. Oké dan. De bankjes. Ja man. Bekende bankjes. Hier wordt alles gewoon besproken. Freestyles, wat vinden hier plaatsen zo. Van battles. Battles. Dus ze freestylden hier, jij freestylde ook. Ja man. Ben je hier begonnen? Ja man. Boys gingen hier al freestylen altijd en zo, die oudere boys weet je. Iemand gooide een beatje. Ja. Het ging het gewoon automatisch man. Dus hier gebeurde alles? Hier gebeurden die freestyles of zo. Ja. En hierachter heb je ook mijn oude school. Ja. We kunnen daar even gaan checken man. Oké okay, man, let's go man. Ja. Stel hier, hier zo bij dat hoekje daar, mijn eerste kus. Ja, ja man, met de meisje Nina, ken het nog, kan me heel goed herinneren. Nina? Nina man. Nina. Shout-out naar Nina. Shout-out naar Nina. Hey, kus man. Ja, niet lang, niet geweldig. Lang. Maar je weet gewoon van het geschiedenis, mooie dingen. Dit precies. Was toch de eerste. En nu is het een soort van plashoek geworden man. Dus we gaan nu van de plashoek naar de? Naar de blok man. Oké, okay, let's go. Let's go. Plus hoek iets. Nigger doet me niet zo, van haten word ik niet boos. Morgen staat je giro, ik eet maar mijn team. Dus dit is de blok waar je chillt. Ja man. De boys. Hier chillen we, drinken we, roken we. Hier wordt het geld gemaakt. Ik heb je blok gezien, thanks man. Ja toch. Maar nu de bars. De bars hè. Laat maar zien. Werkhartjes, ze denken dat ik fucking veel. Mijn carrière schiet omhoog als een katapult. Na elke show weet ik zeker dat ik mijn zakken vul. Gangbangs doen we nu ook met de slappe lul. Veel shows rocken hard in Nederland. Dordrecht of in het hart van Nederland. Laat thuis vroeg op, soms doodmoe. Ik moet die shit oppakken, net school toe. Jullie moeten banken als een woonkamer. Ik gaf een vieze swag aan mijn schoonvader. Sowieso met kip als je ik zie. Ik houd puur voor die mannen, nee, het mix niet. Ik heb die sessies 4, 8 en 16. Ik werk goed, dus jongen, test niet. Op de blok net magie, blok bars makkie. Draai iets, zegt die mannen geen takkies. Is je swag soms kapot, wat hij doet niet. Jouw chick is zout, zoet niet. Huh? En ik zeg het ze altijd, dit is niks nieuw. Dit is swag dat ik altijd. Makkie, blok bars. Yo, 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 dope. Ja, thanks man. Makkie is een blok bars, je weet zelf. Ik ga eventjes eruit, even kleedjes halen in Milaan. Ik weet niet wanneer ik terugkom, maar ik kom zeker terug. Net als Dr. Dre. Bam! Shout-out naar Krank Joram, shout-out naar Team Rush Hour. Zeg die mannen Brocco Drive Fly, is toch dom? We zien al die Spaanse mensen. We had money gang, hou op man. Jij was er, wij kwamen.